Ja, Eran ben... Ja, dan zeg ik Michael, want dat zeg ik toch precies, goed, hè? Ja, ja, precies. Mooi, ik ben dan bang... Ik heb je al zo vaak gesproken dat ik dan toch weer verkeerd nee, zeg. Nee. Ik zeg het helemaal goed. Ja, jij bent op vele vlakken werkzaam eigenlijk. Want je staat hier als regisseur, maar je bent natuurlijk ook acteur. En je bent eigenlijk ook ondernemer. Ja. Want er gebeurt heel veel in jouw leven. Hoe heeft die corona in het begin erin gehakt? Wat gebeurde er allemaal voor jou? Nou, in het begin zijn er twee voorstellingen die we hadden draaien stilgelegd. Ja. Dat was Jihad van Liefde, die ik had geregisseerd en vanuit ons gezelschap. En Hoe ik Talent voor het Leven kreeg. Ja. Dus ja, dat is gewoon eigenlijk best gek en onwerkelijk. En ineens stopt het. Ja. En we zouden naar Oerol gaan, dat is ook stopgezet. Dus op dat gebied is er best veel stilgevallen. Ja. Op persoonlijk gebied kwam het net toevallig goed uit. Want ik heb net een kind gekregen 8 weken geleden. Gefeliciteerd. Dus, dankjewel. Dus dat is dan wel weer een ruimte om daar meer te zijn. Maar op werkgebied is het best ingrijpend. Ja. Precies. En dat brengt natuurlijk ook ongelooflijk veel stress met zich mee, neem ik aan. Er zijn heel veel dingen die nu tegelijkertijd spelen. Hè? Jullie hebben een comedy gemaakt over racisme. Gisteren was natuurlijk een hele grote demonstratie op de Dam. Waar veel over te doen is geweest. Ja. Was je erbij aanwezig, trouwens? Nee, ik was er niet bij aanwezig. En ik sta er in die zin een beetje dubbel in. Omdat ik vond die video uit Amerika, dat is vreselijk. En het is supermooi wat er allemaal gebeurt nu. Ja. En dus op zo'n dag als vandaag eigenlijk... We hebben het nu over cultuur in actie. Maar er is ook iets anders aan de hand. Wat echt vreselijk is. En wat mij ook heel raakt. Dus ik zou er wel bij willen zijn. Aan de andere kant het hele corona-verhaal natuurlijk. Waardoor ook maar de vraag is of het een verstandige vorm is van actie voeren nu. Ja. Dus ik ben er... Je was er in gedachten bij. Zeker, nou ja, ik ben er zelf langs gefietst en ik ben weer naar huis gefietst. Want het was me iets too much. Ja. Maar ik denk dat vele mensen in gedachten bij waren. Maar het geeft ook maar weer aan hoe belangrijk cultuur in deze is. In de vorm dat jij ook met dat soort thema's probeert een vorm te vinden. Waarin je veel mensen kan raken. Ja. En waar veel mensen op de hoogte worden gebracht van wat er speelt in de wereld. Jullie gaan alsnog wel iets bijzonders doen. In augustus komt er een minifestival. De Lamar Theater. Ja. Is dat speciaal ontstaan door corona? Eigenlijk wel, ja. We hebben Andreas Fleischmann is de directeur van De Lamar. Ja. En die zegt van, nou ja, eigenlijk die grote musicals zijn weggevallen. Dat kan niet. Hebben jullie nog ideeën? Kunnen jullie iets bedenken? Vinden jullie het leuk om iets te organiseren? Dus toen hebben George en ik gezegd, nou, is goed, laten we het doen. Ja. En dat noemen we dan het George en Iran Zomerfestival. En dat zijn dan onder andere George en Iran worden racisten. Dat is de voorstelling waar je het net over had. Ja. Maar ook bevriende theatermakers, Mural Polat en Nieuw Dam en Koos Terpstra. Milan en Meerte, die gaan dan allemaal ook eigen voorstellingen maken die in het hele theater op verschillende plekken te zien zijn. Ja. En het is allemaal niet misschien het meest rendabele en het is misschien niet het meest praktische allemaal. Maar je hebt eigenlijk twee verhalen. De een is het sombere verhaal en de andere is ook een beetje het hoopgeven en de veerkracht. Ja. En we dachten, we moeten ook uit dat sombere komen en we moeten naar het veerkrachtige toe. Met alle beperkingen van dien. Dus dat proberen we dan in ieder geval in de zomer te beginnen in Delamar. Ja, want ik kan me voorstellen, je wordt dan op pad gestuurd met allerlei beperkende maatregelen. Hè, van heel praktisch, van hoe mensen in die zaal zitten, waar ze naar kunnen luisteren, hoeveel mensen kunnen luisteren. Wat wilde je buiten? Je zei ook een hoopvol verhaal geven. Wat is die boodschap dan? Nou ja, we moeten ook weer door. Hè? Dus het is heel lastig en ingrijpend. En alle verhalen die je ook hier hoort, die zijn helemaal waar. En de waarheid is ook dat we een culturele en creatieve sector zijn. Dus dat we vinden onze manieren wel. Het is alleen ook fijn als je rugdekking krijgt, als je gesteund wordt. Ja. En als het ook gefaciliteerd wordt. Dus het hoopgevende verhaal is, je kan theater maken. Ik ben dan vooral van de kant van theater. Dat is in de basis het vertellen van een verhaal. Ja. Dat kan in principe overal in elke vorm. Je kan het alleen uitbouwen, maar je kan het ook weer een beetje indikken. Nou, dus dat doen we dan nu maar. Maar laten we ook met z'n allen kijken hoe je dan binnen alle beperkingen en alle dingen die er nu zijn ook langzaam weer een beetje kan uitdijen. Wat voor mogelijkheden zie jij daar dan? Nou, ik zie op zich best veel mogelijkheden voor de soort producties die wij maken. Dat zijn hele handzame voorstellingen waarin het decor minder boeit en je staat met z'n vier op het toneel. Voor de grotere producties die ingewikkelder zijn, is het lastig. Kijk, die 1,5 meter, die nekt ons heel erg. Ja. En daar kan niemand iets tegen doen. Nee. Dus daar tegen actie voeren... Daar is die rugdekking voor nodig. Nou ja, om dat zeg maar op te vangen, heb je rugdekking nodig inderdaad. Ja. Ja, want daar zullen we nog wel even mee te maken krijgen. Heeft deze hele periode jou geïnspireerd op creatief gebied? Nee, ik kan wel een mooi antwoord geven van wel. Ja. Nou, dit is ook een beetje te vroeg nog misschien. Hè? Er zijn dat je nog niet bezig zo goed op kan reflecteren.
Nee, ja, kijk, aan de ene kant, ik heb een bedrijf, ik heb een gezelschap en je voelt dat al die mensen nu inkomen missen en in de problemen raken. Dus ja. Je probeert in eerste instantie te kijken hoe je dat kan ondervangen en hoe je binnen de mogelijkheden die wij hebben mensen toch iets kan doorbetalen of iets kan geven. Dus dat is een beetje het eerste wat aandacht van je vraagt. Ja. En nu merk ik dat je langzaamaan wel in een soort van gebied of moment komt dat je kan denken, hé, maar wat levert het me ook op aan inspiratie? Of hoe kunnen we ermee verder gaan? Nou, zo'n festival is de eerste vorm. En dat zit ook een beetje in de aard van ons of van theatermakers. Van hoe zet je deze tijd om in een nieuw verhaal? Dus dat komt, zeker. Want ik merkte wel inderdaad, het is iets heel anders. Maar ik doe aan Lino, aan Gutsen, zeg maar. Hè, en ik zit helemaal in zo'n Facebookgroep. En ik merkte dat al die mensen die dat aan het doen waren, dat die ook een soort van lamgeslagen werden in hun creativiteit. Dat ze in het begin dachten, oh, lekker veel tijd om dit te doen. Gutsen. Ja. Maar dat ze opeens gewoon het hoofd er niet meer bij kregen bij wat ze zo graag wilden doen. Ja, dat had ik ook. Dat herken ik wel. Dus in het begin, ik had helemaal geen behoefte om lekker alles te gaan streamen. En te kijken hoe we via Facebook een of andere. Ja. Daar had ik totaal geen behoefte aan. Omdat ik het een beetje gepruts in de marge vond. En wie zit erop te wachten? En ik ben gewoon verdomme een professioneel maker. Precies, dan ben ik ineens iemand die een soort van hobbyist is geworden. Als een soort influencer. Ja, niks te nadenken van influencers. Nee, die zijn ook heel nodig. Niks te nadenken. Ik influence zelf ook. Die zijn nodig, ook als nodig. Kan, als iemand wil luisteren. Als kan. Ja. Maar nu je die eerste schok een beetje voorbij bent. Ja. Nou, dan vind ik ook dat je moet gaan kijken binnen die mogelijkheden wat te proberen. Ja. Van, laten we wel weer wat gaan doen. Dus dat die creativiteit. Die begint weer. Ja, zeker. Ja. Ja. Jij bent natuurlijk ook een bedrijfsleider. Hè? Wat voor bedrijfsleider ben jij geworden? Of misschien kan maar naar voren in deze tijd? Nou, ik denk dat je heel erg moet zorgen voor de mensen met wie je werkt. En ik denk ook dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor iets groters dan ons bedrijf. En je ziet in de theatersector in ieder geval dat iedereen best wel gericht is op zichzelf. Ja. En dat snap ik ook wel, want het is al best wel pittig om zelf je hoofd boven water te houden en dingen te maken en te ondernemen en goed te zorgen voor iedereen. Ja. Dus de solidariteit is best wel een lastig ding in onze sector. Dus als je zegt van wat voor bedrijfsleider ben je, vind ik dat we eigenlijk ook de handen in elkaar moeten slaan en samen moeten kijken hoe we. Kijk, we zijn in die zin, je merkt nu eigenlijk, wat er nu gebeurt is volgens mij het resultaat van 15 jaar van crisis naar crisis gaan. Ja. Hè? Dus als wij namelijk de afgelopen jaren veel steviger als sector waren geweest, dan konden we zoiets veel makkelijker opvangen. Ja, de kwetsbaarheid is nu blootgelegd. De kwetsbaarheid is blootgelegd en we zijn daar zelf ook debet aan. Hè? Dus we zijn niet zo goed geweest, vind ik, in het verleden om zichtbaar te maken wat onze waarde is. Of om andere mensen, kijk, we duidelijk kunnen zelf wel roepen van, ik ben wel heel belangrijk. Ja. En hou van mij en ik ben nodig. Het is sterker als bakkers en leraren en advocaten zeggen, nee, maar die cultuursector. Die daar, wil ik niet missen. Ja, precies. We moeten met z'n allen ook goed kijken van hoe kunnen we nou voor zorgen dat we een sterk verhaal hebben. Ja. Of zo ons goed communiceren wie we zijn en wat we doen. Dat anderen voor ons gaan zeggen van, maar die sector, die moeten we redden. Ja, het moet duidelijk zijn wat het belang is. En dat het belang is, dat is voor iedereen wel duidelijk, denk ik. Nou, ik denk dat het nu aan het groeien is. Ik denk dat in het verleden dat het een beetje gemarginaliseerd werd. En nu merk je dat er momentum is. En dat het echt wel een ding is en het wordt opgepakt. Heb je zin in augustus? Ja, ik heb heel erg zin in augustus. Ja, mijn vriendin ook trouwens, want dan ben ik ook weer weg. Maar moet ze alleen voor het kind zorgen? Ja, maar het is toch goed voor het gezin zijn dat ik wegga. Dus dat soms is dat beter inderdaad. Ja, ja. Nou, en hoe lang gaan jullie spelen? Nou, we spelen een paar dagen? 2 weken hebben we Delamar. En dan gaan we vanaf september gewoon onze reguliere tour doen in aangepaste vorm. Dus dan gaan we gewoon weer het land in met nieuwe producties ook. Nou, en met heerlijk dat jullie weer op de planken staan en dat we weer kunnen gaan kijken. Vanaf half augustus dus, denk ik. Ja, vanaf 12 tot en met 23 augustus uit mijn hoofd. In de Lamar Theater in Amsterdam. Jij mag gaan tekenen voor hoeveel mensen ga je dat doen? Nou, ik dacht 100. We hebben zo'n beetje 50 mensen binnen ons gezelschap die ook met freelancers wordt uitgedijd. Ja. En ik geef ook les op de toneelschool in Amsterdam. Zo'n 100 leerlingen, of 50, dus 50 en 100 leek me een mooi getal. 100 is een heel mooi getal. Ja. Die gaan we optellen bij de 281.863 deelnemers die er nu op het bord staan. Dankjewel voor nu, heel veel succes. Graag gedaan. Hoop in augustus te zien. Ja. Gutsen. Gutsen. Ja, moet ik even kracht zetten.